Alsof een Corvette op zich niet al cool genoeg is. Vond Bjorn uit Maastricht dat het nog wel iets vetter kon met zijn wagen. Hij maakte hem op afstand bedienbaar. Ja, en niet omdat het moet, maar omdat het kan. Toen ik nog klein was, was ik helemaal gek van Knight Rider. Nou, kid praat in de auto, nou, ieder kind vond het geweldig in die tijd. En ik heb altijd gezegd van als ik later groot ben, dan koop ik me een keer een Firebird en dan ga ik mijn eigen kit replica bouwen. Over de jaren leer je steeds meer en meer en af en toe blaas je hier en daar eens een keertje wat op en zo leer je weer. Ik heb geen ICT of andere fancy opleiding, dus het was wel een uitdaging om erin te verdiepen en om het dan echt ja, te kunnen bouwen eigenlijk. Nou, het mag misschien wel geen speelgoed zijn, maar het is wel een speeltje. Nou, dit is het besturingssysteem. Mooi weggewerkt in het handschoenenkastje. Het zet sowieso stroom op alle motorcontrollers. En hier bevindt zich ook de receiver in, zodat ik met de transmitter dus alles kan aansturen. Met de transmitter kan ik bijvoorbeeld sturen, kan gas geven, remmen, kan zelfs schakelen. Dus dit is eigenlijk het hele systeem waardoor je de hele auto mee kunt besturen. Nou, met de hele ontwikkelingskosten erbij en het hele systeem ongeveer 3000 euro. Ja, maar er zullen heel wat uurtjes in zitten. Ja, er zitten behoorlijk wat uurtjes in. Ik heb zeker een jaar nodig gehad voordat ik het allemaal had uitgewerkt. Hoe kan het nou dat iemand die dit kan, die deze kennis heeft, geen baan heeft? Geen idee eigenlijk. Dat is het nadeel van Nederland. Hè. Je hebt tegenwoordig overal papier voor nodig. ICT, nou, noem maar op. Nou, ik heb bij deze bewezen dat je toch technisch inzicht kunt hebben zonder de nodige opleiding erbij te hebben. Wanneer houdt het op? Oeh, nooit. Ik vind het fantastisch om lekker te sleutelen in de garage. Ik vind het fantastisch om weer nieuwe dingen uit te vinden. En de mensen eigenlijk versteld laten staan. Hoe vet. Ja, en dan te bedenken dat die jongen dus werkzoekende is. Ik bedoel, half Nederland is op zoek naar goede developers. Geef deze jongen een job, man. Mail ons gewoon en dan sturen wij jou zijn gegevens. Dat was het voor deze week. Check ondertussen de komende week gewoon Bright.nl zoals altijd voor het laatste technieuws. Er komt een nieuwe magazine uit weer. Ja, eind van de week en check onze app natuurlijk. Mooi is die, hè? Hij is vrij. Hoi. Tot volgende week.